Nou kun je dus zien hoe leeg het winkelcentrum dus nu is. Wat ik al zei, niets minder dan mijn lieftallige vriendin. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 29 november 2022. En zoals je ziet open ik de vlog eens een keer in een hele lege winkelcentrum. Kijk, ze zijn nou nog lekker aan het schoonmaken. Dit is ook wel eens een keer weer wat anders, toch? Ja, moet je eens kijken. Maar wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Nou, en nou kun je dus zien hoe leeg het winkelcentrum dus nu is. En nou kun ik ook gewoon even rustig voelen, weet je. Kijk, daar hebben we de Action. En hier kun je dus weer naar boven toe gaan voor de parkeerdek 2 en 3. Dat is op het dak. Mediamarkt, zoals je kan zien. We hebben de Daka, de Casa, de Intertoys. De Tundeman van Haren. En dan hebben we hier nog de broodjeszaak hier precies beneden. Nou, dan hebben we hier voor je oren. Dan hebben we hier de smartphonewinkel waar ik alles haal voor mijn telefoon. Hier. Hebben we Hans Anders, Blitz, KKEC, Douglas. En ga zo helemaal maar door. En dan kun je nog Ticket Up. Als je deze kant op gaat, ga je helemaal rondje omlopen. En dan kom je bij de CNA dus eigenlijk weer terug, zeg maar. Ja. Dus ja. Kijk, en dit is dus niveau 1. Ja, niveau 1. Kijk. Dan kun je hier dus met de roltrappen. We hebben hier nog een lift. Kijk, en we parkeren hem hier eigenlijk heel vaak. Hier dus. Nou, hier heb je de lift en dan hier bij de lift heb je dus nog een deur, deze glazen deur. En dat is dus het trappenhuis. Dus. En ik ga dus naar met de rolpadtrap, ja, hoe je het maar wil noemen. Het is nou toch lekker rustig, dus. Wel ja, joh. Ja! Ik loop gewoon even lekker mee, joh, waarom ook niet. Ja, bedoel. Mooi. En dan gaan we weer naar beneden. En dit is ook een lange rolpad, roltrap. Kijk, dat zeg ik. Hier heb je dus Heren van Beest. Dat is precies onder de loopbrug, zeg maar. Morgen. Dat zeg ik. De Heren van Beest. Daar is eigenlijk al de Daka, de Casa, de Intertoys, Tunnement van Haren en Heren van Beest. Dat is precies onder de loopbrug. Ja, en dan komen we dus hieruit. Helemaal top. En hier haal ik dus alles voor mijn telefoon. Dus als je hier ook bent, kan je hier halen. En dan kun je even melden dat je via mijn vlog komt. Ja. Dan hebben we dus daar de Jumbo. Ja, hoe toevallig. Mijn lieftallige man, die wou nog even kijken in onze geweldige kortings... ja, wat kan ik ervan maken? Gewoon, ja, ik zeg iedere keer bak, maar ik wil er leuks anders van maken. Kortings, kortings, kortings.
onze sneup. Snuffel. No way, ja! 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 Abekkes. 50 cent. Abekkes. Voor jou. En we hebben biologische halfvolle melk. Arla. Vleeswaren. Hier hebben we ook allemaal vleeswaren. En we hebben hier ook allemaal weer vleeswaren. En daar hebben we ook weer vleeswaren. Dus daar heb je vleeswaren. Daar heb je vleeswaren. En daar heb je vleeswaren. En wat hebben we hier nog meer? Voor lekkers. Geen idee. Ik zie hier schnitzel. Voor 2,50. Ik zou het eventueel mee kunnen nemen en dan gelijk straks even oppakken. Zeg, eventueel, ja, dat ga ik ook doen ook. Dan heb ik wat kanen. Om me weg, 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 weg. Of zo. Even kijken, wat gaan we nog meer eten? 2,50 voor heksenkaas? Mijn genade. Serieus. 2,50. Scharrelei. 1 euro. Nee, nee. Nu niet, dan niet, nooit niet. Wat hebben we hier nog meer? Tataar, schat. Voor 1 euro. Tataartjes. Hoi. Hey. Wat is? 3 plakjes voor 1 euro. Tataar. Ja, die vind ik wel altijd lekker. Tataartjes. Mijn taartjes zijn ook lekker. Hè? Huh? Taartjes zijn ook lekker. Deze? Ja, taartjes. Ja. Waarom niet, joh? Schrijf uit. Eurotje. Ja, maar... Ik weet niet wat dit is. Sweet onion. Tuin. Ja, hartstikke idee. Nee, maar ik moet wel, want dan heb ik wat te eten. Ook voor onderweg, weg, weg. Ik moet gewoon wat meer eten weer en drinken, maar komt wel goed.
Nou, ik loop hier in de binnenstad, ja. En daar heb je dus de Elandstraat. Waar ik vroeger, nou, 2-3 jaar geleden zo, 3 jaar weet ik het, heb ik daar gewerkt. 3 jaar geleden ongeveer. En ja, ik heb nou dus gewoon mijn auto daar gewoon weer staan. En ik ga nou even lekker shoppen met niemand minder dan, ja, ik ga het nog niet zeggen met wie. Nee, dat gaan jullie zo meteen vanzelf al zien. Hoop ik. Eigenlijk. Een beetje. Enigszins. Ja. We gaan eerst even een hapje eten. Bij de Hema. Dat vertel ik jullie wel. En dan gaan we even lekker samen even lekker shoppen. Ja. Dus. Lekker kijken zou ik zeggen. Wat ik al zei. Niets minder dan mijn lieftallige vriendin. La. Ja. Lekker shoppen. Ja, nou, we zijn net bij Shine geweest, maar het zijn wel leuke kleding, maar het schijnt een beetje door. Dus nee, dat is niks voor mij. Nee. Gaan we die kant op of die kant op? Oké. Okay. Ja. Die kant dus. Ja, blijkbaar. Dus ja. Dus ja, we gaan even nou naar de Primarkt. Ja. Gezwellie. Het is hier altijd zo fijn. Ja, dat is goed. Ja, nou, zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik even lekker met Laura even lekker dus bij de Hema gegeten. En ja, ik heb wel wat gehaald en dat is dit. Voor de rest geen kleding, niks. Maar wel even gezellig met Laura even lekker de hort op geweest. Ja, dat is een keer wat anders dan alleen maar thuis. Maar dit was gewoon lekker privé. Dus ja, dat was wel even weer gezellig. Dus dat gaan we wat vaker doen. Lekker even de stad in. Ja, moet ook kunnen. Ja, toch niet dan. Dat dacht ik wel. Dus ja, dus dat. Ja, wat ik dus nu ga doen, dat is lekker weer naar de auto lopen. En dan ga ik zo Roowakker bellen. Ja, ook erg handig. Ja. Roowakker bellen, zometeen als ik in de auto zit. En dan gaan we ook weer naar een andere afspraak. Dan gaan we eerst even de hondjes uitlaten. En dan gaan we door naar een andere afspraak. Ja, druk dagie.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Zo ja, ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog, doe het belletje aan. En laat even tevens gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!